Ze kwamen in de buurt van Jeruzalem, bij Betfage en Betanië, op de helling van de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee van zijn leerlingen vooruit. Ga naar het dorp, zei hij. Als jullie er binnenkomen, zul je een veulen zien waar nog nooit iemand op heeft gereden. Het staat vastgebonden. Maak het los en neem het mee. Als iemand vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de Heere heeft het nodig. Maar we brengen het gauw weer terug. Ze gingen naar het dorp en zagen het veulen meteen. Het stond op straat, vastgebonden bij de deur van een huis. Ze maakten het los. Wat moet dat daar? Riepen een paar mensen die het zagen. Is dat veulen soms van u? Nee, zeiden de leerlingen. Maar de Heer heeft het nodig. We brengen het gauw weer terug. Toen mochten zij het meenemen. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden hun jassen erop en hij ging erop zitten. Vele mensen spreidden nu voor hem hun jassen op de weg uit. Anderen legden takken met bladeren voor hem neer die zij van de bomen hadden gerukt. Jezus reed midden tussen een zee van mensen die riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Eer voor het nieuwe koninkrijk van onze vader David. En prijs hem tot in de hoogste hemelen. Zo reed hij Jeruzalem binnen. Hij ging naar de tempel en bekeek daar alles. Daarna vertrok hij met de 12 leerlingen naar Betanië, omdat het al laat was geworden. Toen zij de volgende morgen uit Betanië vertrokken, had Jezus honger. In de verte zag hij een vijgenboom die in blad stond. Hij liep er naartoe om te zien of er vijgen aan zaten. Maar er zaten alleen maar bladeren aan. Het was nog niet de tijd voor vijgen. De leerlingen hoorden hem tegen de boom zeggen: er zullen aan jou nooit meer vruchten komen. Zij kwamen in Jeruzalem en Jezus ging meteen naar de tempel. Hij begon de handelaars en hun klanten van het tempelplein te jagen. Gooide de tafels van de geldwisselaars en de kraampjes van de duivenhandelaars omver. En stuurde iedereen die met allerlei spullen het plein opkwam terug. Luister goed allemaal, zei hij. Heeft de profeet Jesaja niet geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn voor alle volken? Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een rovershol! De leidende priesters en bijbelgeleerden hoorden dit en probeerden een manier te vinden om hem uit de weg te ruimen. Ze zagen wel dat iedereen diep onder de indruk was van zijn woorden en ze waren bang dat hij meer invloed zou krijgen dan zij. Zoals gewoonlijk ging hij 's avonds met zijn leerlingen de stad uit. De volgende morgen kwamen zij weer langs de vijgenboom waar Jezus geen vruchten aan had gevonden. Zij zagen dat hij helemaal verdord was. Petrus dacht aan wat Jezus de vorige dag tegen de boom had gezegd. Kijk eens, meester, riep hij uit. Dit is de boom die u gisteren hebt vervloekt. Hij is helemaal dor. Jezus zei tegen de leerlingen: heb toch geloof in God. Ik verzeker jullie, als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: ga hier vandaan en val in de zee, dan gebeurt het absoluut. Maar denk eraan, dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is. Wat je in je gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan. Als je echter niet vergeeft, zal ook je Vader in de hemel jouw zonde niet vergeven.